Goedemorgen allemaal, wat leuk dat jullie allemaal weer zijn. Allemaal lekker geslapen? We gaan kijken welke dag het vandaag is. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen in 1 week, tel maar mee zodat je het weet. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Welke dag is het vandaag? Nou, laten we eens even kijken. Op maandag zwaai ik naar de maan. Op dinsdag zie ik een dino gaan. Woensdag gaat van woef waf hond. Donderdag gaat de donder rond. Vrijdag mag een vriendje komen. Op zaterdag zaag ik 100 bomen. Op zondag lig ik in de zon en dan is de week alweer om. Denktijd. Gisteren, toen was het donderdag. Wat komt er dan ook alweer na donderdag? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Vrijdag, ja dat klopt. Vrijdag, hier is vrijdag. Zo, vandaag is het vrijdag. En weet je waar ik zin in heb? In een sneeuwballengevecht. Zo, daar komt hij op, pas op. Kom op. Vangen. Yes. In het boek gaan ze ook een sneeuwballengevecht houden. Vindt Kieke dat leuk? Nee hè, hij kan hun vreugde niet delen. Maar laten we eens kijken hoeveel sneeuwballen ik heb gegooid. Hoppakee. Daar komt hij. Ik leg ze even neer. Tellen jullie alvast eventjes? Dan gaan we eens even kijken. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Het zijn 6 sneeuwballen. En we kunnen ook op een makkelijke manier tellen, hè? Dat hebben wij geleerd. In sprongen van 2. Daar gaat hij. 2, 4, 6. 6 sneeuwballen, jongens en meiden. En kijk. Zo ziet de 6 eruit. Zo schrijf je de 6. Jongens en meisjes, klap maar eens 6 keer in je handen. 1, 2, 3, ja. Heel goed, en nu een keer samen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goed zo. Ga maar eens staan. Wij gaan samen 6 keer springen. Staan jullie allemaal? Daar gaat ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woe. En nu jullie. Ik tel en jullie springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hartstikke goed. En ik heb ook een dobbelsteen. Kan ik ook hier 6 mee gooien? Wat we doen, als ik de 6 gooi, dan klappen jullie heel hard in jullie handen. En je mag juichen van mij. Daar gaat hij. Let op, hè. Is dat de 6? Nee, die is niet goed. 1, 2, 3, 4, 5. Geen 6. Is dat de 6? 1, 2, 3, 4. Nee. Is dat misschien de 6? 1, 2, 3. Ook niet. Hey. Is dat de 6? Laten we tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is de 6. Hartstikke goed, jongens en meiden. Vandaag werken we met cijfers. Jullie gaan straks in huis ook iets zoeken met het cijfer 6. Misschien woon jij wel op nummer 6. Of kun je in een boek een nummer 6 vinden? We hebben hier ook een boek met het cijfer 6. En het gaat ook nog over een kikker. Dat zijn 6 kikkers. 6 kikkers op de troon. Ze vieren hun verjaardag met een 6je op hun kroon. Kijk, op hun kroon staat een 6. 6 kikkers. Die feest vieren. Jullie op
opdracht is dat jullie ook de zes op gaan zoeken. In je huis. En daarnaast ga je ook zes dingen zoeken. Zes dingen zoeken? Ja, het mogen verschillende dingen zijn, maar het mogen ook zes dezelfde dingen zijn. Maak er een foto van en stuur het naar me op. Dan kunnen we straks samen kijken. En weet je wat we gaan doen? Bij de online les? Wij gaan bingo spelen! Ik zie jullie straks allemaal. Doei!